Er zijn veel mensen die hun best doen om te verduurzamen. Minder afval, korte douchen en wellicht ook wat vaker de fiets pakken in plaats van de auto. En dan staat de zomervakantie ineens bijna voor de deur. Een tijd waarin je eigenlijk ook alles wilt loslaten en misschien ook je duurzame ambities even laat varen. Hoe duurzaam ben jij op vakantie? Ik let er eigenlijk helemaal niet op. Dat is eigenlijk heel erg, maar ik ben er helemaal niet zo mee bezig. Daar let ik niet zoveel op. Ja, nee, niet erg. Wat ik niet zou doen. Ja, je gaat niet voor niks op vakantie, toch? Het is om lekker los te kunnen gaan, toch? Om even nergens aan te denken, dus. Nou, ik ben niet echt duurzaam als ik op vakantie ga. Nee, ik ga ook wel vaak met het vliegtuig weg. En dan ook maar inderdaad wel. Nee, ik let er eigenlijk niet zo erg op. Niet. Nee? Nee. Je gaat lekker met het vliegtuig? Ja. De airco gaat aan in de kamer? Ja. Stel, je gaat op vakantie de airco, bijvoorbeeld in de kamer. Als het warm is, zet ik die aan. Nee, ik ga niet zo vaak op vakantie. Dus als ik ga, dan geniet ik er echt van. Dan denk ik niet te veel na. Nee. Zou ik wel moeten doen eigenlijk. Ja, nee, dat doen wij altijd. Dat doen we vaker als we op vakantie gaan. Is het vakantie, weet je. Dan ga je niet op de centjes laten letten. Want daarvoor ga je ook op vakantie. En stel, er zou een heel groot verschil in zitten als je bijvoorbeeld met het vliegtuig gaat in plaats van met de bus. Zou het dan een reden zijn om alsnog met de bus te gaan? Ja, het ligt een beetje aan hoe de bus dan eruit ziet. Als je gewoon goede zitplekken hebt en het comfortabel is, dan zou ik nog wel overwegen om met de bus te gaan. Maar... Dus de comfort moet boven de prijs staan? Ja, dat wel. Ja. Dus jullie pakken lekker het vliegtuig? Ja. Maar toevallig gaan we wel dit jaar met de auto. Ja, maar het is niet om te bezuinigen of zo. Het is meer dat rit naar Spanje onderweg stoppen en gezellig eten, drinken en dan weer rijden. Dat vind ik gewoon leuk. En zijn er dan nog andere dingen waar je misschien wel rekening mee zou houden? Nee, ja, ik wil gewoon lekker op vakantie, lekker genieten van het weertje. En als daar een airco dan bij moet of een vliegtuig, vind ik dat niet een heel groot probleem eigenlijk. Nee, inderdaad, wat hij net ook al zei, op vakantie heb je toch inderdaad een beetje dat luxe gevoel. Dan zijn dat niet echt dingen waar ik dan over nadenk. En de airco in de auto, gaat hij dan aan of uit? Ja, zeker. Ja, ja zeker. Hardmuziek, airco en alles.